I sit at this empty cafe. Ik ben Marianne de Miranda en ik ben als vrijwilligster verbonden aan het museum, het Historisch Museum. En ik doe daar de coördinatie van de gastvrouwen, de receptie, winkel en de rondleiders. En de gastvrouwen zijn ook allemaal vrijwilligers en de rondleiders zijn allemaal vrijwilligers. That we'll never find again. Though the world. Wat doen de gastvrouwen precies? De gastvrouwen, het museum is 6 dagen per week 's middags geopend. En dan zijn er altijd 2 gastvrouwen aanwezig. Die de cliënten ontvangen en de bezoekers ontvangen. Maar behalve dat ze verkopen dus de kaartjes, ze geven handleidingen uit, ze zorgen voor koffie en thee, want we hebben hier ook een museumcafé. En ze schenken dus koffie en thee en ze zorgen er ook voor, zoals vanmiddag komt er een grote groep mensen. En dan zorgen zij voor de ontvangst en ze zorgen dat de koffie klaar staat, de petit fourtjes, de gebakjes klaar zijn. Winkel, een museumwinkel waar iedereen terecht mag. Ik bedoel, iedereen mag daar binnenkomen, hoef je niet voor het museum te bezoeken, dat is vrij toegankelijk. Ook die winkel moeten ze de artikelen in verkopen en dat is zo'n beetje grofweg wat ze doen. But there always remains my obsession through silken waters my gone. Ik vind het ontzettend leuk, omdat je altijd te maken hebt met ontzettend veel verschillende mensen die hier als bezoekers het museum binnenkomen. En het is dus wel de taak voor deze gastvrouwen dat de bezoekers ook tevreden zijn over de ontvangst in het museum. En dat ze met een tevreden gezicht weggaan. En dat ze in het gastenboek alleen maar lovende recensies over het museum schrijven. Find again. No more time for us. Nothing is left for us to share. But yesterday. Wat zien we hier op de achtergrond? Dat is een van de schutterstukken die in het museum zijn. Er zijn er hier 4. Het zijn hele grote schilderijen die gemaakt. Op de schilderijen staan schutters en die verdedigden in de 17e eeuw eigenlijk de. Alle aanvallen die de stad Goes binnenkwamen enzovoort enzovoort waren dus een soort beschermers van de stad. En die staan afgebeeld op deze schilderijen. En dat waren natuurlijk hele belangrijke mensen in die tijd. Moesten die mensen betalen om op die schilderijen te komen? Ja, meestal betaalden ze wel de schilder om op die schilderijen te komen. En de meest belangrijke mensen staan ook vooraan en de minst belangrijke mensen staan achteraan het schilderij.